Het is schandelijk te noemen dat Surinamers geaccepteerd hebben dat er geen waarborging is gebracht om ontwikkeling in de districten te garanderen. Dit stelde jurist Serena Munslag-Esset gisteren tijdens een discussieavond georganiseerd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. Het evenement is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica. Het doel van de bijeenkomst was om de maatschappelijke discussie ten aanzien van de wijziging van het kiesstelsel op gang te brengen. Dat hadden we niet zo lang moeten hebben getolereerd. Maar het is nu hier. En wijzigen we het fundamenteel, kunnen we dan waarborgen inbouwen die kunnen garanderen dat we erop kunnen toezien dat die achtergestelde gebieden daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Dan praten we direct over decentralisatie. En het waarborgen van het bestuurlijk bestel in verschillende gebieden. We kunnen dan direct ook gaan kijken naar hoe is de verhouding binnen het parlement tussen de regering en de president. Er zijn een aantal fundamentele punten in die grondwet die niet meer voldoen aan de eisen van vandaag. En dat is ook niet vreemd, want ook die grondwet is 35 jaar oud. Als u nagaat dat de grondwet ouder is dan ik besta. Ik zal u niet verklappen hoe oud ik ben, maar ik laat dat over aan de fantasie. Maar het is toch verschrikkelijk. Esset zegt dat het niet zo erg zou zijn als de grondwet nog voldeed aan de eisen van vandaag. Politicoloog Hans Breveld merkt op dat als er tegenwoordig wordt gekeken naar mogelijkheden voor een duaal kiesstelsel, er wel manieren zijn om dit te realiseren. Maar ik denk dat wat velen zeggen, de landelijke evenredige vertegenwoordiging, dat zou een mogelijkheid moeten zijn. Maar dan niet onconditioneel. Het zou een mogelijkheid moeten zijn, die landelijke evenredige vertegenwoordiging, met daaraan gekoppeld districtsraden met veel en grote bevoegdheden. Waardoor de mensen met hun eigen capaciteit in de districten hun problemen naar voren kunnen brengen en verdedigen. Maar daarboven heb je dan de Nationale Assemblée. Omdat we moeten toegeven dat er een zekere capaciteit en een zekere scholing nodig is om op het nationaal niveau te functioneren. Maar breng dan deze mogelijkheid, breng die mogelijkheid van de districtsraden. Breveld zegt verder dat in zulke gevallen een commissie zich zal moeten buigen over de resortraden. Er zal nagedacht moeten worden over hoe de resortraden tot nu toe hebben gefunctioneerd. Ook zal het resortradenstelsel een serieuze evaluatie moeten ondergaan.